kijkt naar weer een nieuwe weekendvlog op mijn YouTube kanaal. Ik heb een hele intro voor jullie gefilmd op twee verschillende SD-cards, want ik was camera's aan het vergelijken, want ik ben aan het kijken of ik een nieuwe camera wil kopen. Eén SD-card met dat ik aan het zeggen ben, oh deze camera is wel erg goed, die heb ik gewoon nog. Andere SD-card, geen idee. Dus ik heb het stukje dat ik aan het vergelijken ben, maar weggegooid omdat ik het maar van één camera heb, super lame. Maar de weekendvlog begint in Nieuwegein bij mijn opa en oma. Ik heb daar geslapen en mijn nichtje had daar ook geslapen en ja, daar begint de weekendvlog. Oké, jullie hebben wel gemerkt dat ik dus camera's aan het vergelijken was en dat ik met mijn opa en oma zit en mijn nichtje hier is. En ik ga nu weer gewoon even verder met één camera, want het was denk ik vervelend. Mijn nichtje en ik, wij moeten nog een film afkijken. Ja. Want we hebben gisteren een videoband gekeken. Anastasia. En koekjes. En koekjes pakken. En koekjes pakken. Zandkoekjes. Zandkoekjes. Wij kijken er naar uit. Met water in mijn mond. Oh, kijk, dat is goed. Stroomt ervan. En ik ga straks... Mijn nichtje en ik hebben een film... Ja, deze boter is echt zacht. Kijk dan. Ja, dat is toch expres gedaan? Ja, mijn nichtje en ik hebben net Anastasia de videoband gezien. Echt super gaaf. En nu is mijn nichtje al begonnen met koekjes bakken. Of in ieder geval het klaarmaken op de slag. Eet je wel het beslag ook een beetje op? Ja. Zo. Wacht eens. Stop eens. Stop. Hallo. Doe eerst even dit. Hoe verantwoord ben ik? Dat heb ik nu gemaakt en dat heb Iriaatje nu gemaakt. Daar is nu nog mee bezig. En dit gaat dan in de oven en dan kunnen we even weer een nieuwe iets aan doen. Hé, hey, trouwens, laat ze even zien je jurkje. Van wie heb je die gekregen? Van de mee. Oh. Ja, is lekker. Mm-hmm. Ik weet echt niet wat ik hier gedaan heb. Maar okay. Kijk, heb jij even lekker een kerstboom gemaakt? All I want for Christmas. Ja. Dit zijn onze koekjes geworden, of in ieder geval dit zijn de mijne. Ja, dat is mijn tas en Iria de tas. En nu gaan we nog even soep eten en daarna gaan we. Ik zal even laten zien wat ik aan heb trouwens. Heel simpel. Een jurkje. Waar ik echt altijd moeite mee heb. Wie de vakantievlog heeft gezien, die weet dat ik daar echt moeite mee heb. Maar oké. Okay. Wat heb je Oh, kijk, nog een kerstkoekje. Gebruik dit om je eigen mooi te maken? Nee. Oeh. Maar daar heb ik niks voor nodig. Hé, hey, wat je hebt, hoor. Ja, jij bent mee. Ik ben helemaal vergeten om een beetje nog te filmen. Maar we waren net dus mijn nichtje wegbrengen in, bij haar ouders weer. En daar hebben we nog heel eventjes gezeten. En inmiddels zitten we in Roelevarensveen met mijn opa en oma. Die zitten helemaal aan het genieten, want het is super lekker weer. En er komen allemaal bootjes voorbij en het is gewoon gezellig. En hierachter, daar zo, ik weet niet of je het kan zien. Daar is het gedeelte van Zico en zijn broertjes. Die hebben daar opgebouwd en we gaan zo meteen lekker pizza's eten. Inmiddels heb ik me omgekleed. Zal ik je vertellen waarom? Ik had een jurk aan. En toen ging ik dus zitten en ik had het super warm. Dus ik ging zweten. Het kan een zweepluk op mijn bil. Dus ik heb mijn kleding van gisteren aan. Maar oké. En die jongens zijn al lekker pizza's aan het bakken. En mijn opa en oma zijn inmiddels weg. Maar we hebben echt allemaal pizza's. Nee, maakt niet uit. Je zit mensen te sjten. Oh, dat is een beetje asociaal. Mijn schoonmoeder, jongens. Ja, maar ze... Oh, ik denk even wat... Het is nu best wel laat. En we gaan nu weer naar huis rijden. Oh, mijn moeie. Wat ziek. Ik weet niet wat ziek aan doen. Dus volgens mij is hij nog drinken halen of zo. Maar ik moet morgen werken. Van 10 tot 9. Maar het is werkbaar, want we hebben een feestje morgen. Maar wij hosten net. Dus ik moet het wel doen. Maar ik denk dat als ik thuis kom, zo meteen in bed lig. Dus ik ga jullie gewoon morgenochtend weer zien. Naar Chico. Dan kan je heel veel voor mij vasthouden, want ik heb zin in huis gewoon te rijden. Nice, yeah. Maar als ik thuis kom, dan doe ik meteen, denk ik, mijn ogen dicht en ga ik slapen. Dus tot morgen. Tot morgen. Nee, jou zien ze morgen niet. Wij zien jullie morgen niet. Jullie hebben morgen weer de hele dag werken hier. Oh, ja. Nou, jullie hebben... Bedankt voor het kijken. Jullie neemt alvast afscheid. Ik neem alvast afscheid van jullie. Tot in de volgende video. Waarin ik een outfit 3 box ga passen. Jij bent vrijdag. Die ligt ondertussen al een week. Anderhalve week. We hebben nog 4 dagen om te passen, want hij moet terug binnen. Holy shit, oké, morgen. We gaan morgen. Morgenochtend. Nee, we hebben dus zo'n kleding stylist quiz doen en kleding unboxen video doen. Ze kunnen zien wie we zijn. Je kijkt naar ME en Zico, had je dat nog niet door? Oké, sorry. Leen.
Maar ja, dat gaan wij dan filmen. En dan hebben jullie dat aankomende vrijdag, over 2 dagen, als jullie deze vlog zien of deze online is gekomen. Ik heb een lamme arm van dit. Jawel. Okay. Heb je nog een vraag ook? Meestal heb ik nog een vraag samen, maar oh, jij, we zijn nee, nu een jij dag eerder, dus ik moet nu een dag eerder met een vraag komen. Met een vraag komen we de vlog te eindigen. Ja. Naar welke land of stad vind jij dat wij zouden moeten gaan? En degene met de meeste... Het meest voorkomt, gaan we die dan gewoon doen? De meeste stemmen, die gaan we doen. Het land die het meest voorkomt? De meeste stad. De stad die het meest voorkomt, daar gaan we naartoe. Ja, binnen Europa. Dat vind ik echt heel leuk. Ik hou van zon. Ja, we willen wel een beetje voor. Niet naar Reykjavik of zo. Oh ja, en het moet wel een land zijn waar we nog niet zijn geweest. Dus niet zeggen Spanje, dus geen, niet Barcelona, want daar gaan we al naartoe. Oké, niet Lissabon, maar niet Portugal, niet Spanje, niet Engeland, niet Duitsland, niet Luxemburg, niet België gaan we ook naartoe nog. We gaan ook filmen hoe we dan de tickets gaan boeken. Wij gaan dan vloggen en dan gaan we namelijk de steden tellen en turven en welke het wordt gaan we dan echt naartoe. Dat lijkt me echt heel leuk. Dan is dat soort van jullie bepalen onze vakantie en dan gaan we ook op Instagram polls houden. Nou, dat lijkt ons een heel leuk idee. Ja, dus kortom. Ja, oftewel, laat dus even steden achter in Europa. Dan gaan jullie bepalen dus waar we naartoe gaan. Ga ik niet ophangen. Oh, we hangen nu op, ja? Wat doen? Godjes aan moeders. Tunnel. En het is zondag. En we hadden een beetje een hectisch ochtendje. Het is 10:30, maar ja, dat is gisteren dus een beetje laat geworden. En we hebben vanmorgen nog wat een en ander gedaan. Ik heb geëdit, video online gezet, et cetera, et cetera. Maar nu brengt zieke mij naar mijn werk toe. Maar op een of andere manier heb ik echt dikke stress. Want ik heb zeg maar best wel een beetje last gehad van staking de laatste tijd van de OV. Nee, ik ben dan bij mijn opa en oma gaan blijven slapen. En toen dacht ik, ja, dan moet ik wel met de bus naar Amsterdam Centraal gaan. Want ik kan de scooter daar niet laten staan. Maar toen kwam er geen bus. Dus toen heb ik mijn scooter vrijdag bij Centraal gezet. Of in ieder geval bij mijn werk. Dat is bij Centraal in de buurt. En daar heeft hij dus de hele tijd gestaan. Het is nu zondagochtend. Dus ik ben benieuwd of hij er nog is. Yes! Mijn babe is er nog. Wij zitten in een Cartigo auto. Dat hebben we even gefixt. Voor het eerst in ons leven. Voor het eerst. En het ging redelijk. Goed, het gaat goed. Nee, het gaat niet goed. We gaan even verkeerd. Zeg maar, dit is de parkeerplaats. Maar we gaan naar de Appie. Okay. Dus we gaan even de andere kant op. Dan gaan we eerst langs mijn huis. En die spullen ophalen. Want dan zijn we meteen daar geweest. Dan komen we terug. Ja. Oké. Toch? Maar we hebben dus echt zoveel aan, zijn we zoveel aan het regelen en we hebben net Polaroid dingetjes gekocht. Wat een gedoe! Ja, en nu boodschappen, terug naar kantoor. Ja. Pop, 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 pop. Ja. Go! Want ik had boodschap besteld en het ging niet goed. Thanks, Albert Heijn. Denk ik. Oh, ik ben te laat. Het is echt heel groot. Dit is echt leeg. Deze is echt leeg. Ik zal hem even filmen. Ja. Dat is een leem. Ik vind hem hartstikke grappig. Dit is toch gewoon grappig? Deze ja. Ik vind jullie leuk. Voor de mensen die een tijd geleden hadden gezien dat ik live was gaan op Instagram en met planken heb lopen zeulen. Ik heb dit gemaakt. I made this. En dat is maar het logo van werk. En die zit daar dus op. En dat zie je dus als je aankomt lopen. En dat is een bord die je kan verplaatsen en doen. En dat vind ik heel erg leuk staan. En dit wilde ik ooit al een keer voor mijn tv maken. En toen hadden we eigenlijk het logo hier nodig. En toen dacht ik, ja, why not? En ik heb me inmiddels omgekleed in mijn badpak en een rokje gewoon. Want we gaan zo de boot op. We're on a boat! We're on a boat! En Marloes is ook gekomen. Hi Marloes! Yay! Oké, we hebben nu een plek. Lekker, Ro. Zit ik hier lekker? Ja, joh. Zo. What the fuck? Man, je spreekt echt zoveel. Ja. Ik heb net echt heel veel Polaroid-foto's gemaakt. Oh, deze vind ik heel leuk. Oh, daar zit je man. Nee. Wat is nou een beetje hoor. Ja, zo. Ja, maar het is de enige die zo. Maar het is super donker. Wij naar het Centraal Station. Ja, ja. Ik staat water. Oh my god, deze vind ik echt fucking leuk. Ik vind een eentje leuk. Ja, ja. Maar ze zijn zo donker. Niet die schuinen. Ja, deze is echt geweldig. Kijk, deze wil ik echt heel graag hebben. Die is echt
echt leuk. Wat vonden jullie van vandaag? Leni slaapt, maar Marloes en Ro? Ik vond het heel gezellig. Ik vond het ook echt heel leuk. Maar wel zo'n echt een lekker dagje. Oké jongens, we hebben nu eten. Zo'n wat heb jij? Ja, hij gaat met de vork eten. Want ze dachten dat we met z'n drieën waren. Maar drie stokjes. Maar lekker. Oké, we zijn echt de laatste. Ook gewoon op kantoor. Dan is ook mee en afsluiten. Oh, zo moe. Ja, we gaan naar huis. Lekker naar huis. Ja. Het is plaatsen? 10:30. Inmiddels is het maandag en ik heb vandaag vrij omdat ik dus gisteren heb gewerkt. En ik ga jullie heel eventjes eerder toegeven dat ik gisteren echt weinig heb gefilmd. En volgens mij zaterdag ook weer. Ziek en ik gaan nu heel veel filmen. Namelijk een outfitterie box. En die video komt aankomende vrijdag online. Dan heeft Chico een stijlquiz gedaan. En nu de box staat hier. Die gaan we nu dus openen. Ik ben vet benieuwd. En daarna gaan we naar het strand. En we hebben gefilmd. Allemaal kleding ligt hier nu. En ik hoop dat jullie het leuk vinden om een vrijdag te gaan kijken. Want er zitten best wel wat leuke items tussen. Oh, ik heb trouwens een nieuwe broek aan. Die ga ik even van jullie laten zien. Want ik zat er een beetje mee te twijfelen. En collega's zeiden nee, niet doen. En Ziek vindt hem wel leuk. En ik vind hem ook wel leuk. Maar het is gewoon even wennen en niet een hele simpele broek, weet je wel. Dus ik ga het jullie even laten zien. Ik heb nu ook wel een shirt er echt goed ingeknald. Maar dit is zo'n linnen broek van de Mango. En hij is best wel heel erg lang, ook voor mij. Maar ja, ik vind hem wel heel erg leuk. Je ziet nu wel echt hoe erg die doorschijnt. Maar het is mijn badpak wat ik aan heb, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Maar ik vind hem wel leuk. Ik loop nu in de Appie. In Zandvoort hoor, niet in Amsterdam nog. Maar ik ben echt even helemaal gaar van zo lang die scooter zitten. Maar ik ben even vergeten om een blaadje tijdschriftje puzzeltje te kopen. Dus dat ga ik nu even snel doen. Ja. Maar wat ga ik kopen? Even kijken. Sowieso wil ik een puzzelboekje. Zo'n nerdje ben ik dan. Niet dat ik er zo goed in ben, maar ik vind het gewoon leuk. Zweeds. Ja. Kijk, we gaan naar het strand, maar Zico houdt niet van het strand. Dus we gaan naar het zwembad. Inmiddels is het alweer zoveel later. Dat is het? 4:15 is het al. Maar het is echt nog heel lekker. Inmiddels zijn we bij mijn moeder. Komt het pad niet eens door. Ik zie helemaal verwaaid uit op de scooter. Maar mijn moeder heeft 2 hamsters. En deze heb ik een naam gegeven. Dobby. En Dobby is heel lief. Maar waar is die ander? Daar heb ik het ook. En voor de mensen die mijn moeder een beetje kennen. Ze is echt helemaal gek met diertjes. En ze heeft dan ook echt voor Dobby echt een heel erg paleisje. En hier is Paquito, zit hierin. Hij slaapt daar. Oh my god, ziek. Als je zet, kan dit? Oh, ik ben echt een angsthaas. Ik heb ook een rapper gehad, dit is Sweetie. Sweetie? Dat is wel echt zo'n typical name voor kids die niet weten hoe ze hun hamster moeten noemen. Happenaar. Pijnburg. Even kijken hoor. 30 seconden spelen. Nee, ik heb het al gezegd. Ja. Ah, kut! Is Chico groot als jij? Maar zou wel lekker. Nee, ik ben groter. Ik ben kleiner. Maar ik ben zo opzienig. En mij is 1,84. Ja. Ik ben 1,81. Bruto. Staat in mijn paspoort. Wat ben je bruto? Bruto 1,81. Netto? 79. Nee, 79. En we zijn weer thuis. Oh, ik ben echt helemaal verwaaid door scooter sowieso en op het strand te hebben gezeten. Oké. Ik denk dat je het al raadt. Ik ben weer eens vergeten om de vlog af te sluiten. Lekker ermee, helemaal goed. Ik hoop dat je de vlog een beetje leuk vond. Zelf, ik heb hem net geëdit. Ik vind hem een beetje rommelig. En ja, soms zijn weekenden nu helemaal rommelig. Laat in de comments trouwens heel veel weten of jullie binnenkort misschien een soort van
door de week vlogje willen hebben of het leuk zouden vinden als ik 2-3 dagen door de week film. Door de week film. Want ik heb zin om een weekendje binnenkort heel eventjes niet te filmen. En dat bedoel ik niet stom of zo hoor, maar ik film altijd ieder weekend. En ik heb eigenlijk de laatste periode een beetje de druk gevoeld dat ik iets moet filmen of iets moet laten zien. En dan komt zo'n rommelige vlog eruit. Dus dat vind ik een beetje jammer, een beetje zonde. Dus laat in de comments heel veel weten of jullie het leuk vinden dat ik een keer door de week ga filmen. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En dan, ja, wie weet over 2 weekjes of zo doe ik gewoon even een, of misschien wel een week vlogje, weet je wel. Dus dat ik niet gewoon de hele zaterdag en de hele zondag moet filmen, maar gewoon een weekvlog kan maken. Dat zou ik ook kunnen doen. En ik zou het super chill vinden als jullie in de comments heel veel achterlaten wat voor keuzes ik jullie kan geven bij een jullie bepalen mijn dag video. Ik wil namelijk graag zo'n video opnemen waarin jullie bepalen wat ik een hele dag ga doen. En dat kan ik dan ook op een weekenddag filmen. En dat is dan voor mij wat handiger om dan niet ook tegelijkertijd te moeten vloggen. Ik ben toevallig nu aantekeningen voor aan het maken. Maar ik heb al een aantal inzendingen binnengekregen via Instagram. Ik heb dadelijk op Instagram een oproepje gedaan. Als jullie dit zien, staat hij er als het goed is nog wel op. Of misschien net niet meer. Maar mensen laten met DM's al wat opties achter. Onder andere of ik een tattoo moet nemen of een piercing moet gaan zetten. Of dat ik wimper extensions moet gaan nemen of nepnagels. En heb je nog misschien meer inzendingen? Laat het even weten in de comments. Ik zou het ook super leuk vinden als je me volgt op Instagram. En mocht je mij al wat langer volgen, ik heb laatst een foto geüpload met een blouse aan. Ik draag nooit blousjes. Dus, die kan je vinden. Ik had een all white outfit aan en een blouse. En als je die foto eventjes gaat liken en een leuke comment erachter laat, dan weet ik dat je via de vlog komt. Of in ieder geval laat het even weten, want dan ga ik even jouw Instagram bekijken. En ik hoop dan dat je geen slotje hebt, anders kan ik niet je kanaal of je profiel bekijken. Maar in ieder geval, heel lange outro. Heel erg bedankt voor het kijken. En laat ze even weten voor die jullie bepalen mijn dag video, want dan ga ik hem binnenkort even filmen. En ik zie jullie snel. Doei doei! En vergeet niet te abonneren, volgen, liken, commenten, bla bla bla. You know the drill. Doei doei!